Hallo, je kijkt of luistert naar Changemaker TV, een podcast waarin ik een jaar lang inspirerende leiders interview die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld. Samen met hun fans dragen zij bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Mijn naam is Irene Jansen en ik help leiders om changemakers te worden. Met behulp van een authentieke boodschap en een strategisch plan zetten zij met plezier een beweging in gang voor die positieve verandering. Daarmee creëren zij impact. In deze aflevering spreek ik met Jetske Thiele. Jetske helpt als sociaal ingenieur woningcorporaties om hun duurzaamheids-DNA zichtbaar te maken. Ze doet dat vanuit de energie van medewerkers en bewoners zelf, waardoor echte beweging ontstaat voor verandering. Zo ontstaan er duurzaamheidsprojecten waarvoor je als change manager veel minder hard hoeft te werken. Dit gesprek werd eerder opgenomen en er wordt gerefereerd aan twee andere gesprekken, die ik de komende tijd ook opnieuw zal publiceren. We zijn live, het is gelukt. Ja, Jetske, ik heb met anderen ook eventjes gezeten, gaat het lukken? Maar jij hebt me wel heel spannend gemaakt, hoor. Goed, hè? Oh, dit doen we nooit meer zo op deze manier, last minute. Oh, geweldig. Ik moet wel jou echt complimenten geven. Wij moesten er net al om lachen, inderdaad. Ik als ingenieur, maar jij als ICT-technicus bijna, was mijn lifeline. Dit voor elkaar te krijgen. Nou ja, goed. Geeft helemaal niks. We zijn live. Ik zie dat de mensen ook voorzichtig beginnen binnen te lopen. Dus iedereen die aan het kijken is, welkom. Jetske, zou jij... heb jij jouw dingen goed ingeprikt? Mijn microfoontje? Ja. Ja, hoor je mij goed of niet? Nee, ik hoor jou goed, maar ik hoor zelf net nog eventjes terug. Hij zit er goed in. Zal ik hem er even uithalen? Op deze manier hoor je mij dan... Ja, en plug hem nu nog eens een keertje in. Ja. Yes. Gaat dat beter zo? Nou, ik hou mijzelf terug. Dus misschien kun je jouw geluid wat zachter zetten. Ja, doe ik. Helemaal uit. Komen. Je zou mij eigenlijk hier moeten horen en niet door de... Nee, ik hoor jou inderdaad ook via mijn oortjes, letterlijk. Auto. Ja. Ja. Nou, goed. Ondertussen komen mensen binnen. Welkom iedereen die hier is op deze woensdagochtend. Als je ook straks vragen hebt, gewoon helemaal doen. Laat maar van je horen. Want wij gaan vanochtend een koffie met Jetske Thiele doen. En koffie. Ja, het is een thema. En Jetske en ik kennen elkaar eigenlijk online. Maar soms heb je zo die klik met iemand die zegt, oh ja, leuk. En ik weet ook niet, in de voorbereiding van dit kwam ik jou ook weer ergens tegen. En ik denk, ja, wij moeten samen met die koffie gaan doen. Vandaag staat helemaal in het... helemaal leuk, Jetske. En vandaag staat helemaal in het teken van organisaties. En organisaties in beweging krijgen. En we hebben ook twee hele mooie sprekers vandaag. Daar gaan we ook nog even over hebben. Maar misschien is het gewoon leuk om... En dat is eigenlijk een vraag die ik iedereen stel, Jetske. Ja, wat is jouw droomdoel voor een mooiere samenleving? Wat is jouw missie? Mijn missie? Nou, die is best groot. Dus dan gaat het inderdaad echt over samen iets moois maken. En om dat wat concreter te maken van, goh, hoe zie ik dat dan? Is het goed om even mijn roots, noem ik het dan maar even, mijn verleden daar even in terug te laten komen? Inderdaad, sociaal ingenieur. Dus ik was vroeger al heel nieuwsgierig. Was inderdaad dat behang er al af aan het krabben van de muren, waar, tot ergernis van mijn ouders uiteraard. Maar altijd al bezig van, goh, hoe kan ik ook net een beetje op een andere manier mensen meekrijgen? Ik was dochter van twee hippie-ouders in Nijmegen. En ik was altijd al een beetje, wat dat betreft, de buitenstaande. Maar maar wel heel erg in contact met iedereen. En dat is eigenlijk iets wat ik iedereen gun, zeg maar. Om soms even buiten de kaders te denken, maar daarmee wel de rest mee te nemen. Of daarin niet helemaal alleen te staan. Dat is het wel het belangrijkste, denk ik. En bouwkunde gaan studeren onder het mom van samen iets moois maken. Nou, hoe gaaf is het als je iets maakt wat dan 100 jaar staat, waar je altijd voorbij rijdt, waarvan je zegt, nou, dat heb ik meegemaakt.
Maar tijdens mijn studie kwam ik al snel achter, ja, ik ben geen ingenieur. Ik ben niet die bouwtechnicus. Ik vind dat leuk, vind die details zijn belangrijk, maar uiteindelijk het proces is nog veel belangrijker. En vanuit die hoedanigheid echt wel bezig al geweest met duurzaamheid. Maar dat was toen nieuw, dat was iets geitenwolle socks, dat was iets voor... Ja, god, dat was ook allemaal te duur. Hè? Duurzaam is te duur. En die boekjes waar wij les uit kregen, die waren al gigantisch oud. Dus ik zei, ja, waar en hoe zorgen we nou voor die innovatie, ook in deze specifieke sector? Maar die geldt eigenlijk in het algemeen natuurlijk. Hoe zorg je voor verandering of vernieuwing? En ben toen op de TU Eindhoven verder gaan studeren. Technologie en innovatiebeleid, waar we juist die breedte hebben gepakt van waar het gaat over maatschappelijke problematiek. En dan gaat het ook over consumenten. Dan gaat het over psychologie, gaat het over sociologie, over recht. En die elementen samenbrengen, dat is wat ik net vanuit mijn studie toen heb gedaan. En op merk van, goh, ja, maar daar hebben we ook in de sector nog heel veel te brengen. En er is nog veel te winnen. Ja. Ja, dus de missie is het droomdoel? Heel goed. Het droomdoel is samen iets moois maken. Ja, ja. En iets moois is... Dat is niet heel breed. Ja? Maar, ja? Ja, dat is heel breed. Maar echt, het zijn gebouwen dus voor jou. Ja. Nou, dat is wel een beetje krom, want dat is ontzettend verbreed natuurlijk inderdaad. Van die verbrouwen gaat het eigenlijk over de maatschappelijke opgaven die we hebben. En als je het hebt over duurzaamheid, dan hebben we het heel, heel snel over energie. Maar ik haal veel meer... krijg ik veel meer mensen mee als ik het heb over de breedte van duurzaamheid. Dat het gaat over het verhogen van kwaliteit en het verlagen van de belasting. Eigenlijk over hoe zorg je ervoor dat je met elkaar op een prettige manier samenleeft. Ja, en dat zijn natuurlijk wel wat grotere thema's. Maar voor mij is het eigenlijk verbinden, verbeteren en verblijden. En dat verblijden, dat laatste, dat gaat echt over een stukje plezier inbrengen en een fun erin brengen. En daarmee ontspanning. En dan uitgaan ook van de kracht in plaats van het negatieve. Ja, even terug van... Noem eens iets wat je nu dan doet. Hè? Ja. Want verbreden, verblijden, hè, dat zijn allemaal hele grote thema's. En je bent in de deur en het is met bouwen, maar het gaat om de mensen. Dus ja. Eventjes... Heel goed. Wat ik veel doe, ik zit natuurlijk wel een beetje in de sector vanuit woningcorporaties. Woningcorporaties zijn maatschappelijke organisaties, dus die hebben een belang of hè, een hoofd boven het... of een dak boven het hoofd te organiseren voor een kwetsbare doelgroep. En waar ik hun mee help, is letterlijk de gedeelde taal te formuleren als je het hebt over duurzaamheid. Dus ik heb met hun sessies, dan gaat het echt over bewustwording, bewustzijn als je het hebt over duurzaamheid. Wat is dat dan eigenlijk precies? Want als we het aan iedereen vragen, zal het waarschijnlijk voor iedereen weer anders zijn. En ze daar letterlijk in meenemen en dan ook op te halen waar dus die zaadjes zitten. Dus ik organiseer dan sessies, bijeenkomsten. En daar komen vanzelf uiteindelijk de deelnemers met ideeën. Hè, en dat die ook allemaal goed zijn. Alleen we formuleren echt wel met elkaar de gezamenlijke visie van waar willen we nou uiteindelijk naartoe met elkaar. En op die manier zorgen we er ook voor dat die klantadviseur, maar ook de technische beheerder, maar ook vervolgens degene die de telefoon opneemt, allemaal snapt van ja, wat verstaan wij dan onder duurzaamheid? En hoe kunnen wij onze huurders daar vervolgens mee helpen? En nog veel belangrijker is dan de huurders daarbij te betrekken. Dus ik doe ook veel bijeenkomsten met huurders. Laatst in Amsterdam. Ja goed, je kent de Amsterdammers misschien ook wel. Die zijn ook direct, die willen ook concreet. Die zijn wat dat betreft ook heel erg sterk in hun kracht. Maar die waren helemaal om aan het eind van de bijeenkomst. Ze zeiden van ja, maar dit is waar het eigenlijk om draait. Als wij ons focussen op duurzaamheid, als we daar het ons op gaan richten, dan hebben we die beschikbaarheid en betaalbaarheid, wat voor ons nu eigenlijk altijd de thema's zijn, die hebben we daarmee te pakken. Dan maken we een win-win situatie. Dan kan het elkaar versterken. Ja, dan ben ik helemaal blij. Ja. Ja. En nou ja, dat is dus inderdaad ook een beetje meteen het thema van de dag. Van hoe krijg je dus, en zo'n woningcorporatie, dat is natuurlijk ook een enorme organisatie. Hoe krijg je dan organisaties in beweging? Wij spreken vanmiddag Ineke Hurkmans. Ik weet niet of je haar kent. Nee, ik ken haar dus niet, maar nu op afstand dus wel. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, hij vindt het heel leuk. Ja. En zij heeft eigenlijk een methode, dat komt echt uit het verandermanagement hoek. En zij heeft gewoon een methode bedacht, een hele simpele methode, waarmee je eigenlijk van onderop die verandering kan bewerkstelligen. Hè? Jij wordt waarschijnlijk ook nog vaak ingehuurd door de woningcorporatie zelf. En dan moet je toch een manier vinden om
door die top van de organisatie de onderkant mee te bewegen. Ja, dat kan ik mij zo voorstellen. Ja, klopt. En Ineke heeft gezegd, nee, we moeten het omdraaien. We moeten aan de onderkant beginnen, zeg maar. Dus als je mensen in beweging krijgt, dan komt de organisatie ook in beweging. Dus ik ben ook heel benieuwd om te horen wat jij daarvan vindt. En vanavond hebben we Heiske Nonnekes en zij noemt zich Organizational Futurist. En zij geeft ook, ze kan ook een beetje het beeld scheppen van, ja, wat hebben we, en eigenlijk sluit het heel erg aan bij jouw verhaal, van wat hebben wij nu eigenlijk nodig voor organisaties van de toekomst? Ja. En ze ziet daar ook heel sterk dat we dan die zachte of die feminine waarden en die feminine leiderschapskwaliteit, wat gisteren ook al over hadden, nodig hebben om innovatief te blijven, om inderdaad een werkplek te creëren waar iedereen het gevoel heeft bij te kunnen dragen, het purpose te voelen. Ja. Goed, in ieder geval. En het is wel leuk, want dat thema gaat nog steeds belangrijker worden. Je ziet het nu al, de economie die trekt aan. Heel veel organisaties zijn bezig met het vinden van een nieuw talent, of niet zozeer nieuw talent, maar überhaupt talent vanuit een eigen organisatie, maar ook echt om andere mensen weer aan te trekken. En het lukt ze niet. Ze staan op beurzen, er worden gekke ideeën bedacht. Maar ja, als jij zelf inderdaad die stap gaat zetten van waar wil ik naartoe, als je het hebt over die toekomst, en dan komen die nieuwe talenten naar jou toe. Dus je zal ook echt een stap moeten gaan zetten. Wil jij jouw middelen, of hè, zeg maar, ik wil geen mensen geen middelen noemen, maar die ook aan te trekken om daarmee ook weer verder te kunnen groeien. Dus het is ook voor organisaties echt belangrijk om daarin te ontwikkelen en daarin bewust van te zijn van wat die toekomst gaat worden. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe zij dat schetst inderdaad. Of wel goed om dat beeld voor ogen te hebben met z'n allen. Ja, ja. Kun jij misschien een leuk voorbeeld noemen van een klus of een project waar jij bij betrokken bent geweest, waar het dus niet werkte? Het is wel leuk. Ik ben oorspronkelijk begonnen in het duurzaam inkopen. Oftewel, ik dacht, wil ik duurzaamheid zover mogelijk krijgen, dan follow the money, zeg maar eventjes. Dan ga ik op die opdrachtgeversstoel, heb ik wat te brengen. Het was heel erg leuk en het is ook heel erg belangrijk, want daar begint het uiteindelijk voor een groot deel wel. Maar toen ik op een gegeven moment bezig was bij de gemeente Amsterdam met het inkopen van brandweerwagens en schoonmaakdiensten, was ik toch wel heel ver verwijderd van mijn vakgebied. En toen ben ik bij Woonbron gaan werken, een grote corporatie in Rotterdam. En die waren wel bezig met het duurzaamheidsprogramma, maar nog een beetje zoekende van hoe gaan we dit invulling geven. En zij hebben 7 verschillende vestigingen en ik was vanuit het hoofdkantoor dus betrokken van hoe krijg ik die vestigingen daarin mee. Wat ik toen heb ervaren is dat ik heel veel energie aan het stoppen was in al die 7 verschillende managers en vestigingen. En tijdens de kerstvakantie dacht ik, ja, maar ik word er zelf ook een beetje moe van. Ik ben alleen maar aan het trekken en aan het sleuren en aan het overtuigen en heel veel energie aan het stoppen. En in de hoop dat er iets terug zou komen. En ik realiseerde me tijdens die kerstvakantie, het lukt niet. Maar wat doe ik nou eigenlijk verkeerd? Of wat doe ik nou eigenlijk waardoor het niet lukt? En ik heb toen ook heel bewust de omschakeling gemaakt door in energie te stoppen in degene die wel wilde. Er waren de 3 die echt heel actief inderdaad bezig waren. Die moest ik altijd een beetje op afstand houden, want ik was ook ondertussen met die anderen bezig die nog niet zo graag wilden. Maar toen heb ik dat omgedraaid. Ik zei, nee, dan ga ik echt energie stoppen in degene die graag willen. Die kon ik helpen met hun vraagstukken die ze hadden. Die waren bezig met van, goh, hoe kunnen wij in onze projecten nog stappen gaan zetten? Wij willen nadenken over groene daken. We zijn bezig met energiebesparende maatregelen. Ik noem even wat concrete dingen op. En die kon ik dan concreet helpen. Dus echt helpen. Die 4 anderen, die waren dan op een gegeven moment een beetje stil. Die waren misschien in eerste instantie even blij dat ze van me af waren. Maar op een gegeven moment, na een maand, die begon een beetje te morren. Van ja, maar wacht even, wat gebeurt er allemaal bij die anderen? En ze zagen één keer allemaal stukken voorbij komen. En ze zagen zelfs persberichten voorbij komen. En bewoners die opstonden. En ik dacht, ja, dat willen wij eigenlijk ook. Dus op die manier is er een soort zuigende werking is er ontstaan. En die konden toen voortbouwen op de projecten die we al hadden ontwikkeld bij de andere vestigingen. Dus die drempel was vervolgens ook nog veel lager, ook nog een keer. Dus dat is een heel concreet voorbeeld waar ik echt heb gemerkt van, oh, hoe belangrijk het is om energie te stoppen in degene die willen. En vanuit daar. Dat is een beetje, ik heb het altijd over fanbase. Hè? En we zijn vaak heel erg gefocust ook op
wat anderen er misschien van vinden, of wie niet mee willen, of en als je daar, en dus dat vind ik ook wel leuk, dat je echt dat benoemt van, ik heb er soms wel moeite mee, omdat, of het wordt niet altijd begrepen, als ik zeg, van, nou, ik kom dit doen als de juiste energie erin zit, ja, weet je, en sommigen kijken je dan aan, anderen snappen het, anderen, maar dat is eigenlijk wat jij zegt, van, ga zitten bij die fans. En er zijn altijd soort van early adopters. Er zijn altijd mensen die eigenlijk staan trappelen. Die stonden te wachten bij de poort dat je binnenkwam. Ja. Nou, dat waren die drie. Of misschien waren dat... Hè, en dan waren er dan een paar die misschien ook wel wilden. Maar ja, hoe? En eigenlijk wat je dus doet, is vanuit die kleine fanbase... Ja, toch iets bouwen waar anderen uiteindelijk ook... Ja, jij noemde dat een aanzuigende werking, maar aan gaan haken en mee gaan bewegen. Ja, het is eigenlijk een beetje zo'n soort eeuwenoud psychologisch principe. Ja, wij willen ergens bij horen, zeg maar. Dat is eigenlijk ons primaire drive. En als je dat kan organiseren, dat je inderdaad een stukje energie kan creëren waar men zegt, ja, maar daar wil ik bij horen. Dat spreekt me aan. Dan heb je op die manier, kan je echt een versnelling teweeg brengen. Ja, je fan ben je. Dan is 1 en 1 ook 3, omdat je elkaar dan ook ondersteunt en elkaar op ideeën brengt. En, en dan komt er die energie vrij en dan zit je in de juiste energie en kun je dingen laten rollen en dan zit je niet 's avonds van... Dat, ja, letterlijk, ja. En achteraf... Ja, krijg je zelf ook energie. Ja, en dat is uiteindelijk ook, dat trekt ook aan. We hadden het gisteren ook al even met Bonnie over being and doing. Dat vond ik ook wel heel mooi. Van ja, ik was in eerste instantie heel erg bezig met het doing. Ik was actief, ik was bezig om mensen mee te krijgen. Ik was heel erg aan het doen. Maar op een gegeven moment ging ik meer dat stapje naar achter in de zin van, nou ja, ik ging het een beetje zijn. Zeg maar even van, nou, ik ben hier als je me nodig hebt. Zeg maar even zo vanuit die optiek. En dat werkte dus veel beter. En voor mij, ik kon daardoor mijn energie ook veel beter insteken. En op van echt toegevoegde waarde zijn in plaats van alle kanten op te bewegen. Ja, ja, ja. Ja, het is soms, wellicht kennen jullie het boek zeker, in de context van vrouwen lean in. Hè? Vrouwen moeten at the table gaan zitten en ze moeten mee gaan doen. Ja. Maar eigenlijk is het soms ook lean out, hè? In dit opzicht. Oké, jij hebt alles laten zien van wat je wil, wat je kan. Ja. En laat mensen dan ook naar je toe komen. En begin gewoon met iets waar de energie wel zit. En dan wordt die sneeuwbal of die community of die fanbase, hè, noem ik het dan, vanzelf groter. Het is een beetje, een beetje dat beeld, zeg maar, van ja, wat zijn de wijze heren en dames in onze wereld? Ja, dat zijn niet degenen die alleen maar lopen te gillen en lopen te roepen en lopen te schreeuwen. Dat voel je ook aan, dat zijn gewoon degenen die vanuit een soort wijsheid om zich heen kijken en... Als ze iets zeggen, dan zeggen ze ook iets heel erg treffends. Ja, en dat is voor mij ook nog wel een les. Ja, ja, gewoon daarin. Ja, dat idee is van heel hard werken, dan wordt het beter. Ja, het zit er toch ergens in. Ja, mooi. Ja. Hey, en wat moet er nu... dat was gewoon een heel mooi voorbeeld. Hè, van wat moet er nu nog eigenlijk gebeuren om nog meer... het is echt groot, maar het zit op duurzaamheid. Ja. Hè? Dus om wonen in Nederland nog duurzamer te maken. Wat is nu, wie moet er nu nog aanhaken? Wie moet er nu mee gaan? Wie moet er nu nog aanhaken? Nou, het belangrijkste is dat waar woningcoöperaties zich heel erg focussen op de woning. Dus dat is op de techniek, bij wijze van spreken. En die gesprekken worden dus ook vanuit de techniek gevoerd. Dus dan gaat het inderdaad over kilowatturen en zonnepanelen en NOM en heel veel na-isoleren en bang. En nou ja, goed, noem alle terminologieën maar op. Maar je snapt, op het moment dat je dit soort gesprekken voert, dan krijg je ook dit soort reacties terug of de toehoorders terug. Dus ik wil dat altijd op een net iets hoger abstractieniveau krijgen, waardoor je ook het gesprek niet alleen met de technische mannen krijgt, maar ook inderdaad met die vrouwen die vanuit een wat meer holistische principe eigenlijk bezig zijn met die duurzaamheid. Ja, en wie maken de beslissingen thuis?
dat zijn over het algemeen toch wel die vrouwen. Dus daar ben ik heel erg mee bezig. Van hoe zorg je ervoor dat dat gesprek breed blijft? En inderdaad niet zozeer wordt van vinkje af. Oké, nou ben je goed bezig als je het hebt over duurzaamheid. Maar altijd dat wenkend perspectief hebt. Dus altijd dat handelingsperspectief van... Oké, als wij willen dat wij goed omgaan met onze materialen... dan gaan we nu kijken van, goh, wat kunnen wij in ons eigen bedrijf... of onze eigen organisatie al doen? En zijn dat dan voor jou met name bewoners die moeten aanhaken? Of mensen binnen woningcorporaties? Of van wie moet het nu eigenlijk echt komen volgens jou? Heel goed. Uiteindelijk moet het van de bewoners komen, maar dat is nu nog een stap te ver. Dus de eerste stap is inderdaad vanuit de coöperatiemedewerkers zelf. En die spreek ik ook aan als mens, als burger. Dus ik heb ook koffiecorner gesprekken, zoals ik dan zo mooi heet. Dus ik ga gewoon letterlijk staan bij de koffiecorner en vraag aan hun van... Goh, wat heb je eigenlijk zelf met duurzaamheid? Wat doe je daar thuis al aan? Wat vind je belangrijk? En wat zou je belangrijk vinden wat de coöperatie gaat doen? En, of wat jullie bereikt hebben over 5 jaar. En dat zijn hele open gesprekken. En daar komen inderdaad heel veel verschillende dingen uit. Maar dat maakt juist waar die zaadjes zitten, dat je die kan pakken. Want uiteindelijk kan ik dat dan concluderen ook naar het hele MT. Spreekt de changemaker aan op zijn eigen droomdoel voor een mooie samenleving? Ja. Wat vind jij belangrijk? Ja, letterlijk. Ja, ja. En waar het dan wat heel erg leuk is, want dan op een gegeven moment heb je dan iemand gesproken die zelf manager klant is, dus die heel erg bezig is met processen. En met de klant natuurlijk, maar om die processen ook goed in te richten. Maar die blijkt een voorliefde voor vogels te hebben, een echte vogelaar te zijn. En die weet alles al van hoe dat zit met de bedreigde diersoorten rondom de rivierzwaluwen. En dat die dan bijvoorbeeld op het oosten zouden moeten hangen op een bepaalde hoogte. Heel leuk geert, inderdaad. Maar die binnen zijn werk eigenlijk helemaal niet zozeer bezig is op dat thema. Dus die kan ik dan betrekken bij een vastgoedmanager die met een nieuwbouwwoning bezig is, waar zij die vogelnestkastjes in zouden kunnen plaatsen. Maar die heeft er verstand er niet van en die weet het allemaal niet, maar die heeft dan die input nodig van zijn collega en die vertrouwt die en niet een adviseur van buitenaf. En maar een ander voorbeeld is dan weer dat iemand zegt van ja, sorry Jetske, maar ik heb eigenlijk niet zoveel met duurzaamheid. Zegt eigenlijk er bijna een beetje voor schamen of voor onschuldigen. Maar zegt ja, jij bent een vrouw duurzaamheid, dus op mijn voorhoofd. Maar die zegt ja, ik heb een hekel aan verspilling. En ik denk, ja, maar dat is ook precies duurzaamheid. Want we willen uiteindelijk dat we zo efficiënt mogelijk met onze materialen omgaan. Dus daarmee ook een mandje vormen met... Maar dit is allemaal, valt allemaal onder duurzaamheid. En het is niet dat je, als je precies doet wat ik zeg, dat je dan vervolgens voldoet aan het keurmerk. Ja. Wat zijn volgens jou, we gaan vanmiddag die twee, vanmiddag en vanavond hebben we nog die sprekers. Ja. Wat zou jij hen willen vragen als het gaat over in organisaties mensen in beweging krijgen? Ja. Nou, wat ik wel heel interessant vind, is dat ik spreek mensen nu over het algemeen echt aan op een stukje bewustwording in het algemeen. En dan vervolgens de koppeling naar hun als mens en dan vervolgens hun als professional. Van hoe heb je daar dan, binnen je cirkel van invloed, kan je daar iets aan bijdragen? Maar wat nog steeds moeilijk blijft, is altijd een soort werkvorm. Dus hoe zorg je ervoor dat je inderdaad die driehoek, noem ik het dan maar even, omdraait. Dat je inderdaad voor zorgt van hoe haal ik het nou op uit de organisatie. En zorgt het ook daadwerkelijk voor dat daar een programma op losgelaten wordt. Dat eigenlijk ook die managers het een beetje los gaan laten. Dat zij het laten gebeuren. Dat zij het vertrouwen krijgen in hun medewerkers om dat op een bepaalde manier te laten uitvoeren. En dan gaat het niet zozeer om die manager dus te veranderen, maar meer om hem inzichtelijk te krijgen van hoe hij ondersteund wordt om dat op een andere manier te gaan doen, dat hem gaat helpen. Ja. Je moet echt kijken vanmiddag om 12 uur. Echt waar. Ja, leuk. Ja, helemaal goed. En dat is echt een vraag voor Heiske, denk ik. Heel erg het hoe. En als ik kijk naar Ineke, als ik kijk naar Heiske, zij heeft ook wat meer het kader, achtergrond, hè, hoe zien organisaties van de toekomst eruit? Ja. Is daar nog iets te zeggen? Oh, dat zou ik willen weten. Of, ja. Ja. Nou, waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, want we zitten voor mijn gevoel ook een beetje in zo'n soort van tweestrijd als je het hebt over de wereld. Ik noem maar even echt die oude wereld waar wat meer de corporate wereld bij wijze van spreken, wat meer de top-down.
En die nieuwe wereld die er aankomt, dat is dynamisch. Ik was vorige week bij de Innovation Games dus in Tilburg. En daar gaat het ook echt over een andere manier van aanjagen van die maatschappelijke problemen. En dat zijn die new professionals, noem ik het dan maar even, die twintigers. Ja, die werken niet meer vanuit een bepaald vast functieprofiel. Ik vraag me serieus af of er inderdaad allerlei functieprofielen nog wel bestaan in de toekomst. Of andersom, of hun daar zich daarin in voegen. Dus we zitten echt, we hebben echt een hele spannende transitiefase. En ik ben ook wel benieuwd, niet zozeer in precies van wat wordt dan die nieuwe rol, maar meer van hoe zorgen we ervoor dat we iedereen daarin naar mee gaan krijgen. En niet dat dan, noem maar even, die oude wereld in een angst schiet. Van, oh, mijn baan, of oh, mijn wereld, of alles wat ik ken, dat verandert. Dat daar ook wel meer vanuit een soort ontspanning naar gekeken wordt. Dus hoe je die grown-ups, noem ik het maar even, koppelt met die start-ups. Ja, leuk. Ik ga hem even opschrijven. Ja, het zit eigenlijk een beetje in elkaars verlengde. Hè? Dus het ene is wat meer van praktisch, hoe kunnen managers loslaten? En die andere is wat meer op bovenover van hoe zorgen we dat, ik noem het allemaal even oude garde, maar dat we die meekrijgen in de nieuwe, nieuwe wereld. Ja. Ja, mooi. Die ga ik meenemen. Nou, fijn. Dat is wel knap hoor. Ja, helemaal leuk. Heb je nog een soort van tip voor changemakers die nu zitten te kijken? Misschien zijn er ook nog vragen. Diana zit nog te kijken. Ik had Geert zat nog te kijken. Er zitten nog een paar mensen te kijken. Wat is jouw tip voor changemakers als je zegt van oké, ik heb een plan, ik heb een idee. Ik zit in zo'n organisatie of ik zie een organisatie waar iets moet. Ja. Wat is jouw tip? Ja, ik zat een beetje na te denken, want ik gebruik dan wel eens ook voor een soort van lezing als je het hebt over sociale innovatie. Dus daar gaat het ook over, hoe je het omdraait. En wat we nog heel erg kennen in de duurzame energietransitie is heel erg het NIMBY-effect. Oftewel, not in my backyard. Dat over die grote windmolens, zeg maar even, ja, allemaal leuk, maar niet in mijn achtertuin. Maar wat je wil krijgen, is dat mensen het WIMBY-effect gaan omarmen. Oftewel, welcome in my backyard. Dus ga inderdaad energie stoppen in degene die willen. Als je het hebt over die, even die transitieopgave, even als voorbeeld inderdaad. Ja, er zijn gewoon groepen die graag met elkaar een zonnepark willen creëren. Nou, faciliteer ze in plaats van ga het initiëren. Dus, en dat betekent ook soms als changemaker om niet altijd dus zelf in de lead te zijn, maar echt ondersteunend te zijn aan die anderen waar die zaadjes die er zijn, om die te laten groeien. Om die ook in de picture te zetten, om dat persoonlijke verhaal ook zichtbaar te maken. Nou, volgens mij is dat trouwens precies wat jij ook doet, Irene, van deze dagen. Dus eigenlijk is het geen advies, je belichaamt het eigenlijk dat thema. Maar dat is ook in organisaties waar vaak ook natuurlijk de introverte medewerkers hele goede ideeën hebben, maar niet als die daar niet voor op een podium hoeven te staan of helemaal niet willen staan, inderdaad. Maar hoe je ze toch even het licht kan laten zetten, inderdaad, om te laten zien dat daar hele belangrijke. Ja, meer de doeners, weet je wel. Niet iedereen wil per se het verhaal vertellen, maar wil gewoon dingen doen. Ja, val ze dan ook niet lastig, zou ik zeggen. Klopt. En laat ze lekker doen. En vier dan ook die successen, want het hoeft niet per se meteen heel groot te zijn. Want eigenlijk bij corporaties dan begint het eerst met een beetje humor. Hè. Begin bij je eigen kantoor. Laat zien dat je op een bepaalde manier afval scheidt. En dat je een groen dak hebt. Wat je doet rondom energie. Maar ook dat je bezig bent met gezondheid. Smoothies in de kantine. Lokale inkoop van producten in de omgeving. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Die je betrekt in je bedrijfsvoering. En vanuit daar is het dan ook logischer om te denken. Van goh, laten we dat gesprek eens met onze leveranciers aangaan. Hoe zij dat eigenlijk doen. En vanuit de huurders van, goh, wat vinden jullie eigenlijk belangrijk in jullie wijk? Dus dat je het op die manier ook als een soort olieplek... Je hebt het over kleine stappen, Jets. Ja, woem, en woord! Ja, dat weet jij allemaal. Maar dat is natuurlijk wel waar. Je hoeft maar soms maar één ding te doen en van het een leidt het ander. En voordat je het weet, kun je inderdaad die beweging... En dat noemen we dan de zonne...
zonnebloemolievlek. Dus niet de olievlek, want dat is natuurlijk negatief in het kader van duurzaamheid. Maar de zonnebloemolievlek, zeg maar, die manier. Zoiets. Of de ripple effect. Ja, letterlijk, ja. Ja. Goed. Nee, die anderen zeg ik ook helemaal niet eens. Maak zichtbaar hoe je het zelf doet en gebruik dat op stap. Mooi, ja, dat is zo belangrijk om het te laten zien wat je doet. En niet vanuit een soort, kijk mij nou eens goed zijn inderdaad. Maar wat Janne ook doet, gewoon als een soort, ook een zuigende werking. Dus jongens, het is heel normaal dat we dit op deze manier aanpakken. Ja, tof. Ja, mooi. Goed. Hey Jetske, ik wil jou super bedanken om deze koffie met mij vanochtend te doen. Ik ga jou vragen voor Ineke vanmiddag en vanavond voor Heiske ga ik helemaal meenemen. Ja. Dat was vast ook weer hele mooie gesprekken. En ik zou ook zeggen, ik zit net te bedenken, dat hele gelukslobbyen. Ik ga gewoon morgen om 10:00 ga ik gewoon zelf nog iets vertellen over gelukslobbyen. Oh, en leuk. Doe dat als een soort van introductie dan voor 12:00 bij Alberto Anamano echt wat gaat vertellen van ja, hoe kun je ook als burger kleine stappen zetten en invloed hebben en impact hebben. Ja. En dan vrijdag pak ik ook nog eventjes. Geef ik nog iets aan de groep over hoe doe je dat nou, die fanbase bouwen? Hè? Dus hoe kun je gewoon stappen zetten om die mensen om je heen te verzamelen en anderen ook. Zo fijn dat je dat doet, Irene. Want je bent natuurlijk heel erg bezig en ik wil echt complimenten over deze week. Ik vind het zo knap hoe je dit doet. Dit alleen al is al mega inspirerend, inderdaad. En de inhoud en de sprekers en het programma wat je hebt neergezet. Vind ik echt heel gaaf hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. En het is zo belangrijk. En ik merk ook al van alleen van alle kanten van God. Dit is gewoon waar we het uiteindelijk voor willen doen. En het is zo fijn als jij jouw cadeautjes daarin dan dus ook eigenlijk wil delen. Om daarmee inderdaad die versnelling met elkaar teweeg te brengen. Dus super bedankt. Nou, dankjewel. Ja, ik voel ook inderdaad de energie in de groep. Iedereen pikt er zo weer zijn eigen ding uit. En daar word ik helemaal blij van. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Goed. Hey, dankjewel Jetske. Superleuk dat je dit wilde doen. En voor iedereen die zit te kijken, stay tuned. Als je nog iets wilt toevoegen, vragen, zeggen. Dankjewel Dianne. Leuk. Dan doe dat. Wij blijven ook gewoon. Je zit ook in de groep bij Jetske. Dus als er mensen nog commentaar op dingen hebben, dan gaan we daar allemaal nog even naar kijken. Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of een reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.